Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, namens de kerkenraad wordt u het volgende meegedeeld. Vanavond om 6:30 gaat dominee Jansen bij ons voor. Vrijdag komt de jeugdvereniging -16 weer bij elkaar om 7:30. Volgende week zondagmorgen hebben we leesdienst en in de avonddienst die dan om 7:00 begint gaat dominee Visser uit Apeldoorn bij ons voor. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Zij de ochtend stond vol zoetheid, ontstelt uw gunst in het licht. Zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. Het eerste vers van Psalm 92. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste is uit Jeremia 17, vers 9 tot en met 13. En de tweede is uit Johannes 7, vers 37 tot en met hoofdstuk 8, vers 11. Maar eerst lezen wij u de heilige wet des Heren, waarna wij aansluitend zingen uit Psalm 105, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ik ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten.
maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu samen Jeremia 17, vers 9 tot en met 13. En het verzoek van de dominee was om vers 13 te onthouden, want die komt in de preek straks terug. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en ik proef de nieren. En dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen. Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit. Alzo is hij die rijkdom vergadert, doch niet met recht. In de helft zijner dagen zal hij die moeten verlaten en in zijn laatste een dwaas zijn. Een troon der heerlijkheid, een hoogheid van het eerste aan, is de plaats onzes heiligdoms. O Heere, Israëls verwachting, allen die u verlaten zullen beschaamd worden en die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden, want zij verlaten de Heere, de springader van het levende water. De tweede schriftlezing, Johannes 7 vanaf 37 tot en met hoofdstuk 8 vers 11. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En velen dan uit de scharen deze reden horende, zeiden:
deze is waarlijk de profeet. Maar anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit het zaad van David en van het vlek Bethlehem, waar David was? En zo werd er dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën, en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet hier gebracht? En de dienaars antwoordden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoorden hun, zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd, of uit de fariseeën? Maar deze schare, die de wet niet weet, is vervloekt. Maar Nicodemus zei tot hen, welke des nachts tot hem gekomen was, zijnde één uit hen, oordeelt ook onze wet de mens, tenzij zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? En zij zeiden tot hem, zijt gij ook uit Galilea? Onderzoekt en zie dat uit Galilea geen profeet is opgestaan. En een iegelijk ging heen naar zijn huis. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem nedergezeten zijnde en leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem, meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij, dit horende en van hun consciëntie overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar, vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide, niemand, heren. En Jezus zeide tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Vragen wij de Heer om een zegen over deze dienst. Heren, het is uw onverdiende goedheid dat wij vanmorgen zo samen zijn gekomen in dit bedehuis om op deze eerste dag van de week naar uw woord te luisteren, samen met onze kinderen, onze jonge mensen, tot de oudste toe van de gemeente, hier in de gemeente aanwezig of thuis meeluisterend of kijkend. En hebben we het zojuist met elkaar gezongen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot uw eer, Heren. En dan zegt u toch zelf daar waar tot uw eer wordt gezongen in psalm 22, dat daar waar de lofzangen van Israël klinken, daar komt u zelf luisteren. En geef dat we zo naar de kerk zijn gekomen, niet alleen om te luisteren, maar ook om u iets te brengen, om tot eer van u te mogen zingen en tot eer van u hier samen te mogen zijn. En zou u dan willen komen luisteren? En Heren, dan luistert u niet alleen naar onze woorden, maar dan luistert u vooral ook naar de woorden die klinken vanuit ons hart. En Heren, mag het zo dan een rustdag zijn, samen met onze kinderen, onze gezinnen, een rustdag die echt aan u gewijd is. Een rustdag die we echt tot eer van u proberen in te vullen. Waarin het mag gaan om u en waarin het mag gaan om uw woord en om uw eer en om u
wat u alles doet voor ons mensenkinderen. Dat het mag gaan om het zien van uw goedheid. Heere, geeft u ons zo een goede dag met elkaar, een echte rustdag, een rustdag rustend aan het liefdehart van u, o God, in Christus Jezus. Als we zo een rustdag met elkaar mogen hebben, dan wordt het een rustdag om nooit meer te vergeten. Heere, dan bidden wij u om een zegen over deze dienst. Als we met elkaar naar uw woord gaan luisteren, niet naar het woord van een mensje. Heere, wij geven uw woord alleen maar door en mogen we dan zo naar uw woord luisteren als zijnde het woord van u. Wat u heel persoonlijk spreekt tot ons allemaal, tot de kinderen, tot de jonge mensen, tot de ouderen. Heere, dat woord van u spreekt ons heel persoonlijk aan. En dan weet u hoe we vanmorgen naar de kerk zijn gekomen om zo naar uw woord te luisteren. Of dat we misschien uit gewoonte zijn gekomen. Heer, en als het dan een gewoonte is, dan is het weliswaar een goede gewoonte, maar mag het dan vanmorgen anders worden? En geef dan dat we naar uw woord mogen luisteren zoals we dat nog nooit hebben gedaan. En dat we uw woord zouden mogen horen zoals we dat nog nooit hebben gehoord. En zou u het dan tot zegen willen laten zijn voor onze kinderen, voor onze jonge mensen die tot onze blijdschap ook in het bedehuis zijn samengekomen. U kent hun leven. U weet hoe ze misschien met verlangen hebben meegezongen vanmorgen, met het verlangen in hun hart, dat kan ook als ze jong zijn. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot uw eer. Heer, u weet of ze vanmorgen op hun knieën hebben gelegen met het gebed in het hart, of met de zangstem in het hart. Hoe brandde mijn genegen heen om zere voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Dat kan, Heer, als we 6 jaar zijn, als we 7 jaar zijn, als we 18 jaar zijn, als we 20 jaar zijn. We zijn er nooit te oud voor. En Heere, u wil graag dat we als jonge mensen u de Heere dienen en lief hebben. En als dat nog niet zo zou zijn, Heere, geef dan dat dat vanmorgen anders mag worden, ook in het leven van onze geliefde vrienden. Heere, zet ze stil. Er is zoveel wat op hun hart afkomt en ze hebben hetzelfde hart als ons allemaal. Er zijn zoveel verleidingen die ons van u en van uw dienst en van uw woord willen afbrengen. Heere, wilt u ze daarvoor bewaren en laat u ze zien hoe goed het is om u de Heere al in ons jonge leven te dienen. We krijgen er zo'n veel rijker leven voor terug. En geeft u dat ook aan hen die zijn in de kracht van het leven of aan de avond van het leven. Kan zoveel zijn wat ons bezighoudt. Dan zegt u toch zelf in uw woord. En zou u dat woord in willen laten gaan in ons hart door de werking van uw Heilige Geest. Als we wel netjes naar de kerk komen, misschien al jarenlang, maar eigenlijk gewoon toch ten diepste ons eigen leven leven. Wat zegt u toch in uw woord, naast alle dingen waar we zo druk mee zijn, zoek nou eerst dat koninkrijk van God, man, vrouw, daar in de gemeente van Enter. En al die andere dingen waar u zo druk mee bent, die zullen nu toegeworpen worden. Heere, wilt u zo uw woord zegenen, ook in het leven van uw kinderen. U weet ook hoe ze naar de kerk zijn gekomen. En mag het zo zijn vanmorgen en ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Kan ook in het leven van uw kinderen soms zo lang geleden zijn. Dat die vlam van die liefde zo hoog brandde in hun hart. Dat die vlam van uw liefde maar zo'n klein waakvlammetje is geworden. En dat ligt niet aan u, maar dat ligt aan uw kinderen. Zou u dan vanmorgen dat eens anders willen maken en zouden ze opnieuw met een oog van het geloof mogen zien op hem die zich heeft laten verhogen aan het kruishout op Golgotha. Als die verhoogde koperen slang 1 blik opnieuw op hem, voor het eerst of opnieuw, Heer, en hun hart zou weer branden, gaan branden van liefde tot u en tot uw dienst. Heer, geef zo dat ze zo meer en meer van uw onderwijs mogen ontvangen. Zouden mogen groeien in de genade en in de kennis van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die zich nou gegeven heeft, niet voor nette, lieve, zoekende mensen, maar verloren, zondaar en zondaressen. Heren, daarom om die grote gift die u heeft gegeven, uw enige geboren Zoon, u had maar 1 kind. En u wilde hem overgeven in de dood en dat alleen maar om zondaar en om vijanden uit de gemeente van Enter en waar dan ook vandaan te kunnen redden. En Heere, dan kan er vanmorgen niemand zeggen dat het voor hem of voor haar niet kan.
Want dan is het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, genoeg tot een verzoening van de zonde van de gehele wereld. En daarom kan het ook voor mij, als ik zo vanmorgen in de bank zit en niet meer weet hoe het moet. Denk dat er geen grotere zondaar of zondares is dan ik zelf ben. Heere, mag dan uw woord het vanmorgen laten zien en ons leren dat er voor u geen zondaar te slecht is. Maar dat zondaren bij u welkom zijn, zoals ze zijn. Heere, zegen zo uw woord. We leggen heel de gemeente bij u de Heere neer en voor u de Heere neer. En Heere, mogen wij u dan danken met Anne Rut Altink en haar mannen en kinderen. U kent de boodschap die ze enige tijd geleden gehad heeft. En Heere, die boodschap die viel naar het menselijk inzicht niet mee. Het was een ernstige boodschap en tegelijkertijd mogen we met dankbaarheid met hen zeggen dat de uitslag is geweest dat de ziekte stabiliseert. Heere, en als zij dan mag ervaren dat u goed voor haar bent, dat zij mag ervaren dat u uw bewarende en sparende hand niet alleen om haar lichaam, maar ook om haar ziel is. Heere, mogen wij u dan hartelijk erkennen voor wat u haar daarin wilde schenken, samen met haar man en met haar kinderen. En dan bidden wij van u, zou u dan ook in de onbekende toekomst het waar willen maken. De bewaarde van Israël, die zal niet sluimeren en die zal niet slapen. En hij zal ervoor zorgen dat uw voet niet zal wankelen. Heere, mogen zij als gezin kennelijk ervaren dat u erbij bent, maar dat u het ook waar maakt. En hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. En dan weten wij niet, o God van hemel en van aarde, hoe een weg verder zal gaan. En als mensen zeggen dat wij niet meer genezen kunnen worden, dan blijft het toch nog steeds waar dat u een God van wonderen bent. En dat u kunt doen boven bidden en boven ons denken. Daar waar medici stil moeten blijven staan en achteruit moeten gaan. Heere Jezus, daar heeft u toch zelf gezegd, ik ben de Heere, uw Heelmeester. En dan bidden wij van u, zou u dan wonderen willen doen zoals u dat alleen maar kunt? Wilt u dat niet alleen doen in haar leven, maar ook in het leven van de broeders De Jong en broeder Morsink? U kent hun leven, Heere. U kent ook de ziekte waarmee zij te kampen hebben. En dan bidden wij van u, zou u ze willen sterken en willen ondersteunen en mogen zij het ervaren en naspreken wat David eenmaal zei. In al deze wegen, samen met allen die hen lief en dierbaar zijn. De Heere is mijn, de Heere is onze herder, ons zal niets ontbreken. Het valt niet altijd mee, Heer, om dat te zeggen als onze weg zo anders gaat, als we ziek worden. Als we misschien soms geen uitzicht meer hebben. Maar Heere, zou u het dan zelf waar willen maken in hun hart? De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En hij is als die goede herder bij me. En zijn stok en zijn staf, ook al voel ik ze soms niet, maar die zijn er wel om mij te vertroosten. En Heere, dan heeft u toch beloofd, als u zult gaan door het water, dan zal ik bij u zijn. En als u zult gaan door het vuur, dan zal ik er ook bij zijn. Het zal u niet verbranden en aansteken. Heere, wilt u zo troosten, zoals u dat alleen maar kunt. Denkt u ook aan broeder Smit, die een hersenbloeding heeft gehad. Die wordt gerevalideerd, wees met hem samen met zijn vrouw in deze weg. Het zijn soms zulke moeilijke wegen, soms zulke kromme wegen die wij moeten gaan. En Heere, mogen ze dan troost vatten en troost halen uit de woorden die u zelf heeft gezegd in uw woord in het boek Jesaja 42. Ik zal de blinden leiden in een weg die ze niet geweten hebben. En ik zal ze doen leiden ook en brengen in een weg van duisternis en van kromme wegen, maar ik zal de duisternis voor hen tot licht maken en het kromme tot recht. Ik, de Heere, zal het hen doen. En dat laatste mag dat tot troost zijn en ik zal hen niet verlaten. Heere, wees u zo met hen, ondersteun en sterk. Wij bidden u ook voor het gezin van de familie Dijkgraaf, waar u een geliefde vader heeft weggenomen, waar ze aan het graf hebben gestaan op de Veluwe. Heer, u kent ze. En als dan het ouderlijk huis is weggevallen en het waar geworden is, het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, Heere, zou u dus ze dan willen troosten zoals u dat alleen maar kunt? U kunt toch beter tranen troosten en drogen, Heere Jezus, dan een mens dat kan. U kunt ons beter troosten en
dan zelfs een moeder dat kan. En als dan het ouderlijk huis is weggevallen, Heere, mogen we dan de kinderen en de kleinkinderen bij u de Heere brengen? En zou u ze dan willen leiden, ook in de onbekende toekomst? En Heere, geef dat ze u zouden mogen zoeken als ze u nog niet zouden kennen. En als ze u wel kennen, Heere, zou u ze dan willen bekrachtigen en willen waarmaken wat u zelf heeft gezegd in deze weg van verdriet. Dat u sterkt degene die geen sterkte heeft. Dat het Israëls God is die krachten geeft ook in deze wegen van verdriet, moeite en zorg. Heer, u weet ook dat er familiebanden zijn met dominee Ternier. En u kent ook de uitslag die hij heeft gekregen als het gaat om zijn gezondheid. Heere, zou u met hem willen zijn samen met zijn vrouw en kinderen en familieleden? U zegt in uw woord dat ook een mensje op de kansel niet anders is dan een aardevat. Heer, en als we dat moeten ervaren, dan valt dat niet mee. Maar mag hij tegelijkertijd ervaren wat Paulus moest ervaren en moest leren? Dat mijn kracht in zwakheid wordt verbracht, uw kracht. En dat uw genade ook voor hem genoeg is. Heer, denk zo aan alle zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. U kent ze. Troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart en maak ons in tegenspoeden stil en hoor ons, o God, in al die wegen van druk en kruis om Jezus wil. Zegen zo uw woord, Heere. Helpt u de broeders van de kerkraad, u kent ze. Onze geliefde vrienden en broeders, zij hebben een taak van u gekregen in het midden van de gemeente en zij zijn niet anders dan Paulus, ook niet meer dan een aardevat. Maar u heeft een schat in hun hart gelegd. En mogen ze daaruit spreken in het midden van de gemeente. Tot eer van uw grote naam. Heere, geeft u ons zo een goede dienst met elkaar. Helpt u ons in het spreken en in het luisteren. Mag het gaan niet om de eer van een mens. Maar mag het gaan om uw eer. Wij bidden dit van u alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen op Psalm 25 en ik zie nogal wat kinderen in de kerk zitten. En Psalm 25, vers 2, die kennen jullie denk ik allemaal wel uit je hoofd. Die gaan we dan, als de organist het goed vindt, er ook bij zingen. Dus Psalm 25, vers 2, 3 en 5, vers 2, Heer, maak mij uw wegen. Dat is ongetwijfeld een van de eerste versjes die jullie hebben leren zingen thuis of op school. En dan de andere versen, vers 3 en vers 5.
Gemeente, we gaan vanmorgen met elkaar luisteren naar wat de Heere zelf tegen ons wil zeggen. En vanmiddag zal dominee Jansen, vanavond zal dominee Jansen een preek houden over Advent. Dus dat blijft nog bewaard voor vandaag. En we gaan vanmorgen met elkaar nadenken en luisteren naar wat er staat in Johannes 8, van vers 1 tot en met 11. En wij schrijven als thema boven de preek: genade in plaats van veroordeling. Genade in plaats van veroordeling. Twee aandachtspunten. Ongenadige farizeeërs en de Heere Jezus. En een genadige Jezus en een zondares. Dus, genade in plaats van veroordeling. Ongenadige farizeeërs en Jezus. En twee, een genadige Jezus en een zondares. Het Loofhuttenfeest is voorbij. We hebben het gelezen uit Johannes 7. Iedereen is weer naar huis gegaan, behalve Jezus, vers 1. Die is niet naar huis gegaan, maar die is naar de Olijfberg gegaan, om daar in de stilte van de nacht zichzelf neer te leggen aan het hart van zijn Vader. En u weet het, denk ik, dat deed de Heer Jezus vaak. Dan zocht hij de stilte van de nacht op en vaak op de berg. En dan ging hij bidden. Legde hij zich als het ware neer aan het hart van zijn Vader. En dat had hij nodig. En geliefde gemeente, dat hebben wij allemaal op en onder de kansel nodig. Om veel ons hart neer te leggen, net als de Heer Jezus dat deed, aan het hart van zijn Vader. Maar kijk, vers 2. De stralen van de ochtendzon die hebben het donker van de nacht verdreven. En de Heer Jezus verkeert inmiddels niet meer aan het hart van zijn Vader, maar in het huis van zijn Vader, in de tempel te Jeruzalem. En ziet u hem in gedachten daar zitten? Het volk heeft zich als het ware weer rondom hem verzameld, heeft hem weer opgezocht en ademloos en aandachtig staan ze daar en zitten ze daar te luisteren. Naar die wonderlijke rabbi, die Jezus van Nazareth, die zo anders sprak en die zo anders spreekte dan al die andere rabbies. Maar kijk, vers 3, lees maar mee. Ineens wordt de rust bruut verstoord en richt alle aandacht zich op een groepje mannen dat daar het tempelplein op komt lopen. En weet u gemeente, als we goed kijken naar die mannen, dan kennen we ze inmiddels wel. Het zijn die nette, die vrome, die godsdienstige farizeeën en schriftgeleerden. Die we wel vaker in de Bijbel in de buurt van de Heer Jezus tegenkomen. En vanmorgen ook. Maar deze keer ziet dat eerbiedwaardige gezelschap in eigen oog, dat ziet er toch een beetje anders uit dan alle andere keren. Ze hebben namelijk een vrouw in hun midden. En ik zal u maar vertellen, die loopt er niet mee voor een gezellige ochtendwandeling met die nette farizeeën en schriftgeleerden. Nee, ze wordt gedwongen door die mannen om mee te komen. Ze duwen haar vooruit of ze trekken haar mee. Hoezo eigenlijk? Waarom? Nou, kunt u lezen in vers 4. Ze is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. En zonder veel omhaal van woorden zetten die farizeeën en die schriftgeleerden die vrouw er in het midden van die kring neer. Van al die mensen die rondom de Heer Jezus zijn en zitten en staan. En weet u, als u dit zo voor uw ogen ziet gebeuren, dan dringt de vraag zich op aan ons allemaal vanmorgen: waarom doen die mannen dat eigenlijk? Waarom nagelen ze deze vrouw zo in het openbaar aan de schandpaal? Ja, zegt u, maar dat snapt u toch ook wel, dominee. Die mannen die waren vroom, die waren godsdienstig, die namen het ernstig met Gods woord en zijn wet. En natuurlijk uit bezorgdheid en uit ernst van de zonde en van de heiligheid van God en van de eer van God, nemen ze die vrouw mee naar de Heer Jezus, de Zoon van God. Ja.
Dat zou je denken. Maar niets is minder waar. Integendeel. Het is en ten diepste helemaal niet om die vrouw te doen. En ten diepste ook helemaal niet om wat die vrouw heeft gedaan. Nee, het is die farizeeën en die schriftgeleerden te doen. Om die Jezus van Nazareth die hen zo mateloos irriteerde. Omdat hij er niet voor terugdeinsde. Om dwars door hun geveinsde vroomheid, onoprechte vroomheid heen te prikken. Het was hen om die Jezus te doen, die zo anders spreekte dan zij, en die hun ogen daardoor, die in hun ogen daardoor het volk van Israël verleidde, die een andere leer bracht. Het was hen om Jezus te doen, die niet alleen zo anders spreekte dan zij, maar die ook zo anders deed dan zij. Hij deed iets. Die Jezus van Nazareth, hij deed iets. Wat zij nooit, maar dan ook nooit zouden doen. Hij wilde een vriend zijn van tollenaren en van zondaren. En ze hadden al zo vaak geprobeerd om die gehate Jezus van Nazareth om te brengen. En iedere keer was het mislukt. Maar vandaag wordt het anders, let op. Na die dag van het Loofhuttenfeest. Ze zullen die Jezus van Nazareth in een val lokken en ze zullen hem strikken. En de valstrik voor deze Jezus is? Nou, dat is die vrouw die in overspel gegrepen is. Trouwens, zomaar even tussendoor, waar is die man eigenlijk? Die was er toch ook bij toen ze overspel pleegde? Dat zal ze ongetwijfeld niet in haar eentje hebben gedaan. Nee, die was erbij toen ze op heterdaad betrapt werden. En die is toch net zo schuldig als die vrouw? Hij heeft toch ook zijn aandeel erin gehad? Tja, waar is die man eigenlijk? Die man die blijft gewoon helemaal buiten beeld. Die man is ook helemaal niet interessant voor die farizeeën en voor die schriftgeleerden. Het is hen om die andere man met een hoofdletter te doen. Om Jezus van Nazareth. En hoe geraffineerd maken deze mensen gebruik van de overtreding van deze vrouw. Want zie maar, lees maar wat er gebeurt in vers 4. Meester, zo zeggen ze. Kijk, hier hebben we een overspeelster. We hebben haar op hete daad betrapt, dus geen twijfel mogelijk. En wij, uitroepteken, wij weten wel wat we met haar moeten doen, vers 5. Daar is de wet van Mozes duidelijk over. Die heeft ons geboden, ons dus, wij net de farizeeën, uitroepteken, om de zulke mensen, dat ze gestenigd worden. En gemeente, jongeren en ouderen, hoort u, in dat woordje de zulke, hoort u daarin de minachting voor die vrouw doorklinken. De zulke. Mensen van dat soort. Lui van dat laag allooi. Mensen waar wij de neus voor ophalen. Daarvan heeft Mozes ons, uitroepteken, geboden dat ze gestenigd moeten worden. Maar gij dan? U, die een vriend van dit soort mensen wilt zijn. Wat zegt gij nou dat we met haar moeten doen? En dit zeiden zij, vers 6, lees maar hem verzoekende. Opdat zij iets tegen hem zouden hebben waarmee ze hem konden beschuldigen. Tja, daar is het hen dus om te doen. Het gaat hem niet om die vrouw. Het gaat hen niet om de eer van God. Maar het is hen om Jezus te doen. Hij moet vallen. En de strik is gespannen. En de spanning stijgt. Wat zal Jezus nou gaan antwoorden? En gemeente, hoe sluw is de strik die ze voor Jezus hebben gespannen? Hoezo sluw, zegt u? Nou, omdat Jezus eigenlijk onmogelijk een goed antwoord op deze vraag kan geven.
Hij kan deze test eigenlijk nooit, maar dan ook nooit doorstaan. Want ja, kiest hij voor de wet van Mozes en zegt hij, mannen, ze moet gestenigd worden, dan komt hij in conflict met de Romeinse overheerser, want die hadden het Joodse volk verboden om zelfstandig iemand ter dood te veroordelen. En daarnaast zou hij dan ook, ja eigenlijk, iets zeggen wat in strijd is met zijn reputatie van vriend van zondaren en van tollenaren. En die vrouw zomaar vrijspreken, voor die vrouw kiezen, dat kon ook al niet. Want dan zou Jezus in conflict komen met de wet van Mozes. En dan zouden die mensen kunnen zeggen, die rabbies, zie je wel dat het geen echte rabbi is? Nou ja, ik zal het niet ingewikkelder maken, maar u voelt wel aan, denk ik. De beklaagde is er, dat is die vrouw. De getuigen zijn er ook. Zo had de Heer dat ook bevolen. En de strafmaat staat in de wet van Mozes, die is bekend. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een goede rechtszaak. En Jezus kan geen kant meer op. En zie nu als het ware die triomfantelijke grijns op die gezichten van die farizeeën en van die schriftgeleerden. Ze hebben hem. Jezus zit als het ware al vast in de valstrik die ze voor hem hebben gezet. Althans, dat denken ze. Maar ze vergissen zich. Zij denken dat het proces al gewonnen is. Maar ik zeg u vanmorgen, ze hebben het al verloren. Hoezo? Nou, zij denken de Heer Jezus te kunnen ontmaskeren en door middel van die vrouw ten val te kunnen brengen. Maar ze vergeten één ding. En dat is, zegt u, wel dat Jezus nu juist weer een moment heeft om aan de gang te gaan met het liefste werk wat hij doet. En gemeente, u weet toch wel wat dat is? Jullie ook, jonge mensen en kinderen. Wat is het liefste werk wat Jezus... Weet u toch wel wat dat is? Dat is om zondaar en zondaressen, ook uit de gemeente van Ente, die tot hem komen, jongeren of ouderen, niet om hen te veroordelen, maar om ze te ontvangen en om ze te behouden. Nou, gemeente, en hier komt er een. Het is een zondares, een overspeelster. Nee, ze komt niet uit zichzelf. En ze zocht Jezus ook niet. Nee, ze zocht iets heel anders. Dat hebben we gehoord, dat weten we. Maar, wat zegt de Heer Jezus in Johannes 6? Al wat tot mij komt, en of in dit geval wordt gebracht, ook al is het nog op zo'n vreemde manier als met die vrouw, hij zal het niet uitwerpen. Hij zal het niet veroordelen. En ziet u het als het ware voor u, en jullie ook. De spanning is als het ware om te snijden. De farizeeën die gnuiven. Nou, we zijn benieuwd, Rabbi. Hoe ga jij hieruit redden? En die vrouw? Ik denk, denkt u ook wel toch, denk ik. Ik denk dat ze haar ogen niet heeft op durven slaan. Tussen al die mensen, zomaar in het openbaar aan de schandpaal. Maar gemeente van Enter, jongeren en ouderen, let vanmorgen niet te veel op die farizeeërs. En let vanmorgen ook niet te veel op die vrouw. Maar let vooral op Jezus. Moeten we altijd doen trouwens. Als we naar de kerk komen, in de prediking van het evangelie. In de prediking van het evangelie komt de Heer Jezus voorbij in het gewaad, in het kleed van zijn woord. En om hem, lieve mensen, de zaligmaker van zondaren, om hem gaat het ook nu in deze geschiedenis. En daarom moeten we vanmorgen ook met elkaar op en onder de kansel altijd goed op hem letten. En als we dat dan vanmorgen doen en met elkaar, dan zien we iets bijzonders. Wat dan?
Nou, dat er ongedachte dingen plaatsvinden wanneer zondaren in de directe omgeving van Jezus terechtkomen. Want zie maar eens hoe die situatie, die confrontatie tussen Jezus en die farizeeën zich verder gaat ontknopen. De vraag heeft geklonken, maar wat zegt gij? En het antwoord van Jezus is... gewoon helemaal niks. Stilte. Blijf doodstil, Jezus zegt geen woord. Tenminste, niet met hoorbare woorden. Maar Jezus doet wel iets anders. Want lees maar wat er staat in vers 6. Bij Jezus neerbukkende schreef met de vinger in de aarde. Wat een mooi beeld, hè, trouwens. Vindt u niet? Wat een mooi beeld wordt ons hier voor ogen geschilderd. In een neerbukkende Jezus. In het beeld van een neerbukkende Jezus zien we iets schitteren van zijn dienende en van zijn liefhebbende aard en werk. Een liefdevol bukkende, een liefdevol dienende Jezus, die komen we tegen in Johannes 13, waar hij die vieze voeten van de discipelen was. Omdat hij was gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Een bukkende Jezus, die zien we hier vanmorgen ook, liefdevol bukkend. Het is het beeld van een liefdevol bukken. Maar het is tegelijkertijd ook een beeld, mensen, van een Jezus die in liefde tegelijkertijd ook heel strikt eerlijk is. Voor u, voor jou en voor mij. Want weet u, hij bukt niet alleen. Hij bukt niet alleen. Nee, hij begint ook met zijn vinger in de aarde te schrijven. En mensen, heeft u zich nou nog nooit eens afgevraagd, daar ben ik benieuwd naar, denk het wel, wat zou de Heere Jezus daar nou gedaan hebben? Waarom schrijft hij nou met zijn vinger in de aarde? En wat schrijft hij dan? Wat zou hij nou met zijn vinger in de aarde geschreven hebben? Ik zou dat nou best eens willen weten. Sommigen zeggen de 10 geboden. Sommigen zeggen, het was gewoon onverschilligheid van de Heere Jezus. Hij wilde keurde die mensen geen antwoord waardig, die farizeeën en die schriftgeleerden. Maar het klopt niet. Weet u, even goed meedenken. Het gaat er niet zozeer om wat de Heere Jezus in de aarde heeft geschreven. Nee, het gaat om het feit dat hij in de aarde schrijft. En dan moet u goed begrijpen dat in de aarde schrijven, dat was tekentaal. Dat was gebarentaal. Dat was een woordeloze preek van de Heere Jezus tot die farizeeën en die schriftgeleerden. En ik denk dat ze deze woordeloze preek van de Heere Jezus heel erg goed begrepen hebben. En waarom denk ik dat? Nou, u weet het, denk ik, die schriftgeleerden en die farizeeën, die kenden de boeken van Mozes en de profeten als geen ander. Die kenden heel veel teksten uit hun hoofd. En één van die teksten, het is u voorgelezen, daarom zei ik het ook, Jeremia 17, vers 13. En wat staat daar? Ik heb het laten voorlezen. Daar zegt de Heere, die van mij afwijken, en dan komt het, die zullen in de aarde geschreven worden. En u snapt denk ik wat dat betekent, toch, kinderen en jonge mensen, jullie ook. In de aarde schrijven, dat kun je bijvoorbeeld op het strand doen. Maar ja, als je het dan heel dicht bij het water doet, of als het een beetje stevig waait op dat strand, dan kan het zomaar zijn dat als je na een half uurtje gaat kijken, dan is er helemaal niks meer van te zien. Dan is het gewoon weg, dan is het onzichtbaar, dan is het onleesbaar, dan is het uitgewist. Nou, en dat is de inhoud van de woordeloze preek van de Heer Jezus tot die schriftgeleerden en die farizeeën. Dan zegt hij eigenlijk, zonder woorden, die van mij afwijken, die zullen in de aarde geschreven worden, beste nette mensen.
die zullen uitgewist worden, zoals letters in het zand worden uitgewist. Want zo staat er dan in vers 13 van Jeremia 17 achter, want zij verlaten de springader, de bron van het levende water. En ja, we hebben het horen voorlezen, zo had de Heer Jezus zich in hoofdstuk 7 aan hen voorgesteld, aan hen bekendgemaakt, we hebben het gehoord. Daar zegt de Heer Jezus, dan staat hij op het tempelplein en dan roept hij ineens, het is de laatste dag. En dan denkt hij, ze gaan straks allemaal naar huis met dat uiterlijke teken. En dan zegt hij ineens, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Want ik ben die springader van levend water, ik ben die bron van levend water en buiten mij is er geen leven. En daarom mensen, kom toch tot mij. Ik ben die fontein van levend water. Maar ze moesten hem niet. We hebben het horen voorlezen, ze geloofden niet in hem. Zijn boodschap had hen geïrriteerd. En ja, niet alleen Jezus weet dat. Nee, dat lag bij die schriftgeleerden ook nog vers in het geheugen. Het was gisteren pas gebeurd. En ja, wat zegt de Heer Jezus dan al schrijvend in de aarde zonder woorden tegen hen? Eerbiedwaardige Bijbelkenners, let op. Jullie moesten mij gisteren niet. Jullie moeten mij vandaag nog steeds niet. Maar pas op, wie mij verlaat, wie mij verwerpt, wie niet in mij gelooft als de bron van levend water, die zal in de aarde geschreven worden en die verwaait. Die wordt uitgewist als tekens in het zand. Dat was de preek van Jezus. Aangrijpende woordeloze preek trouwens, die de Heer Jezus uitsprak. Wie mij verwerpt, die wordt uitgewist, zo zegt hij, als tekens in het zand. Dat was de preek van Jezus toen. En dat is nog steeds iedere zondag opnieuw de preek van Jezus. Ook vanmorgen in de gemeente van Enter, lieve mensen. Zo iemand dorst, zo zegt de Heer Jezus, die komen tot mij en drinken. Zo iemand dorst, niemand uitgezonderd. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Maar weet u, we moeten wel eerlijk zijn. Als ik nou blijvend die nodiging van de Heer Jezus afwijs, hè, en in ongeloof naast me neerleg, gewoon omdat ik niet in hem geloof, gewoon omdat ik zijn woorden niet geloof, dan word ik een keer, dat is de boodschap van de Heer Jezus, uitgewist. Als een letter, als tekens in het zand. Daarom, leg deze boodschap niet langer naast u neer, mensen. Zo iemand dorst, jongelui. Horen jullie ook bij, toch? Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En zul je niet te lang wachten om tot hem te gaan. Want lieve jeugd, je krijgt er een veel beter leven mee dan dat je nu misschien hebt. Misschien heb je het best naar je zin in de wereld, snap ik nog ook trouwens. Het is ook allemaal mooi. Maar het zal je nooit vervullen. Maar nou zegt de Heer Jezus vanmorgen ook tegen jullie. Zo iemand dorst die komen tot mij en de krijgt het beste leven wat er is. Niet alleen hier op aarde, maar ook straks. Nou gemeente, u begrijpt het denk ik. Een bukkende, een zwijgende, een schrijvende Jezus. Het is tekentaal. Het is gebarentaal geweest. En geloof maar dat die fariseeën het begrepen hebben. En het is trouwens best bijzonder wat hier gebeurt, vindt u niet? Jezus draait als het ware in één keer de rol om. Ik bedoel dit. Kijk, eerst was die vrouw, daar kwamen ze mee aanslepen, dat was de beklaagde, die had overspel gepleegd. En nu zijn het ineens die fariseeën en die schriftgeleerden, die ongenadigen voor die vrouw, waar tegen de Heer Jezus als het ware zomaar in tekentaal zegt, deugzame zedenmeesters. Jullie zeggen wel dat die vrouw niet deugt. Maar jullie deugen zelf niet. Want jullie verlaten mij.
Jullie geloven niet in mij, jullie verwerpen mij. Voelt u? De rollen worden ineens omgedraaid. Die aanklagers die worden nu ineens door de Heer Jezus zelf aangeklaagd als ongelovigen, als verlaters van God, als zij die uitgewist zullen worden. En? Vallen ze voor het vonnis? Slaat de schrikken om het hart? Oh, wat hebben we gedaan? Nee. Ze buigen niet voor het vonnis van Jezus over hun leven, maar ze blijven recht op hun benen staan. Ze zetten zich schrap en ze vragen het opnieuw. Vers 7, lees maar. Zeg, wat is uw antwoord? Ze blijven het hem vragen. Wat moeten we met deze vrouw? En ja, dan gaat de Heer Jezus bij dat zichtbare teken van het schrijven in het zand een hoorbaar antwoord geven. En ziet u het als het ware voor u? De Heer Jezus richt zich op uit zijn gebukte houding. Dan kijkt hij eens aan en dan zegt hij in vers 7. Die van u zonde zonde is, in het Grieks staat er gewoon een woordje, die van u zondeloos is, letterlijk, helemaal, compleet, radicaal, die werpen de eerste steen op haar. En gemeente, ik denk dat het na deze vraag nog veel stiller is geworden dan daarvoor. Die van u zondeloos is, die werpen de eerste steen. Met andere woorden, zo zegt de Heer Jezus, heren, jullie hebben het wel over de wet van God, hè? En jullie preken ook over de wet van God en uit de wet van God en dat je je daar stipt aan moet houden. En op basis van die wet van God komen jullie ook met deze vrouw naar mij toe, maar... Kijk eens naar jezelf. Kijk eens in je eigen hart. Wie van u voldoet volkomen aan de wet van God als een zondeloze? Tja, dat is dus de vraag die destijds in de tempel klonk. Het is ten diepste ook de vraag die vanmorgen in de gemeente van Enter klinkt. En kijk vanmorgen eens heel eerlijk in uw hart, op en onder de kansel. U, jij en ik. Kunt u, kan jij je vinger opsteken vanmorgen en zeggen, ja, dat ben ik. Zondeloos, ja, dat ben ik. En weet u, voordat u uw vinger dan opsteekt, moet u even goed nadenken over wat zonde is. Zonde is niet alleen een daad, wat ik doe. Want dan zou ik nog kunnen zeggen, ja, maar ik kom goed weg vanmorgen. Ik ben gelukkig nog nooit overspelig geweest. Ik ben ervoor bewaard, dominee. Maar zo is het niet. Zonde heeft niet alleen te maken met de daad. Maar de Heer Jezus zegt in Matthäus 5. Wie een vrouw aanziet met verkeerde verlangens. Dat geldt ook voor wie een man aanziet met verkeerde verlangens. Is al een overspeler. Dus de zonde is niet alleen een concrete misstap in mijn leven. Nee, de zonde heeft te maken met de begeerte. En de begeerte zit als een virus in mijn bloed. En het heeft ook niet alleen te maken met het zevende gebod. Nee, zo zegt de Heer Jezus als het ware tegen die farizeeën en die schriftgeleerden en ook tegen ons vanmorgen. Eerwaarde schriftgeleerden en beste mensen in Enter. Jullie zijn nou wel zo verontrust over dat zevende gebod, hè? Daar ben je heel druk mee. Maar mijn heren, er zijn er nog 9. En hoe staat dat daar dan mee? Nou kijk maar in uw hart, heren, schriftgeleerden, en jongeren en een ouderen in Enter, op en onder de kansel. En laat dan de zondeloze vanmorgen in Enter maar zijn vinger opsteken en de eerste steen maar werpen. En kijk, zodra de Heer Jezus klaar is met spreken, dan bukt hij zich weer en schrijft hij weer met zijn vinger in de grond. Hey. Er gaat wat gebeuren. Met dat hij voor de tweede keer met zijn vinger in de grond schrijft. En als het ware nog een keer aan hen dat vonnis laat zien. Door in de aarde te gaan schrijven. Legt hij kennelijk ook de vinger op de zere plek in hun leven. Vers 8. Hun geweten gaat spreken. En ziet u het als het ware voor u.
Die aanklagers zijn beklaagden geworden. En het vangnet waarmee ze de Heer Jezus wilden vangen, wordt eigenlijk in één keer zomaar over hun geweten heen geworpen. Ze zitten vast. Ze kunnen geen kant meer op. En één voor één druipen ze af, staat er. Van de oudste tot de jongste. Het wordt hen te heet onder de voeten. En ja, als je dit zo ziet, hè, ik zie dat voor me als het ware, dan zou je toch bij jezelf denken, waren ze nou maar gebleven en niet weggegaan? Het werd hen wel te heet onder de voeten, maar waren ze nou maar gebleven? Want ondanks die scherpe preek van de Heer Jezus, dan hadden ze toch kunnen zien uiteindelijk dat er geen veiliger grond is dan in de directe omgeving van Jezus. Maar helaas, ze blazen de aftocht. Ja, behalve één. Dat is die vrouw. Die blijft. We gaan naar onze tweede gedachte. Een genadige Jezus. En een zondares. Maar we gaan eerst zingen op Psalm 86. En daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild. In schuld vergeven, dat zal straks blijken. Gemeente, wilt u weten wat genade is? Ja, zegt u, dat weten we nou zo langzamerhand wel, dominee. Heb je al zo vaak wat van gehoord? Oh ja, weet u het ook echt? Ik hoop het. Ik hoop het. Want als je het echt weet, dan wil je er iedere keer van horen en opnieuw van horen. En nog eens van horen. En als je het niet weet vanmorgen, moet je heel goed luisteren. En goed kijken naar wat er nu gaat gebeuren. Dan zie je wat echte vrije genade is. Vrije genade, dat betekent kosteloze genade, onvoorwaardelijke en radicale genade. En kom, jongeren en ouderen, kom er vanmorgen gewoon even heel dichtbij staan. We zijn toch met elkaar in de kerk. Heel dichtbij op het Tempelplein. Dan krijg je als het ware een unieke tekening te zien van wat nou echte genade is.
En ziet u die vrouw? Ze blijft dicht bij Jezus. Hoe? Brutaal? Hooghartig? Omdat ze onschuldig is verklaard? Of omdat zij de enige is die zondeloos is? Nou nee, dat denk ik niet. U ook niet, toch? Ik denk dat ze zich bij dat woordje zondeloos nog dieper heeft geschaamd dan daarvoor. Toen Jezus dat vroeg, wie van u zondeloos is, kon zij maar één ding zeggen, toch? Heer Jezus, ik zeker niet. Ik ben in overspel gegrepen en gevallen. En ik heb volgens de wet, dat weet ik, heb ik de dood verdiend. Dus nee, lieve mensen, ik denk niet dat er iets van brutaliteit is te zien geweest of van hooghartigheid op het gezicht van deze vrouw. Die daar zo alleen bij Jezus is achtergebleven. Nee, ik denk dat ze beschaamd en tegelijkertijd verwonderd is geweest. Verwonderd over haarzelf. Nee, ze was niet zondeloos. Beschaamd over haarzelf dat ze niet zondeloos is. Maar verwonderd over die wonderlijke rabbi. Die wonderlijke rabbi die geen stenen gooit, die geen stenen gooit. En had, die zelfs geen beschuldigende vinger naar haar uitsteekt, maar die alleen maar met zijn vinger in de aarde schrijft. En ziet u het als het ware voor u, dan staat er en Jezus werd alleen gelaten, vers 9, en de vrouw in het midden staande. Ja, daar staat die vrouw dus. Die vrome broeders van de oudste tot de jongste die zijn vertrokken. En zij staat daar te midden van het overgebleven tempelvolk vlak bij Jezus. En wat een wonderlijk tafereel wordt ons vanmorgen voor ogen geschilderd. Er staat Jezus, de zondeloze, die in vers 46 leesbaar kan zeggen tegen al die mensen, wie van u overtuigt mij van zonde? Er is geen mens die het kon. En vlak naast hem staat die zondares. En wat zal Jezus nu gaan doen? Hij is de zondeloze, dus hij mag gooien. Heeft hij net gezegd. Hij is de zondeloze. Hij heeft het recht en de bevoegdheid om de eerste steen te gooien. Maar geliefde mensen, en kon ik dit beter onder woorden brengen? Zo is Jezus niet. Integendeel. Jezus vangt als het ware van de eerste... Nee, niet letterlijk natuurlijk, want er wordt helemaal niet meer stenen gegooid. Maar figuurlijk. Hij vangt al die stenen voor die vrouw op door middel van zijn woorden. Want zie maar wat er gebeurt, vers 10. Die bukkende Jezus die richt zich op. En als hij dan niemand meer ziet dan die vrouw alleen, dan vraagt hij aan haar... Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers gebleven? Heeft niemand u veroordeeld? Dan zegt zij in vers 11, niemand, heren. En Jezus zei tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. En gemeente, vindt u het niet prachtig wat hier gebeurt? Dit is zo diep en zo rijk van genade. De Heere Jezus zegt tegen haar niet, jij slet. Hoer. Maar vrouw, daar klinkt iets vriendelijks in door. Iets van respect voor deze vrouw. Net zoals zij dat eenmaal tegen Maria zei in de graftuin. Maria. Zo klinkt het in de oren van deze vrouw. Zo veroordeel ik u ook niet. Die zullen, trouwens die woorden, die zullen haar toch, dat snapt u ook wel natuurlijk, die hebben haar als muziek in de oren geklonken. Deze woorden van de Heer Jezus, die zijn voor die vrouw als het ware als een schild. Als een vangnet van genade, waarin de Heer Jezus al die stenen voor die vrouw opvangt. En goed kijken, gemeente, wat er gebeurt. Goed kijken. Altijd met zo'n geschiedenis. De Heer Jezus richt zich op en hij ziet niemand dan die vrouw alleen.
Tja, en die vrouw die ziet dus ook niemand anders dan Jezus alleen. En mooi is dat, hè, toch? Dit is zo mooi. Zo ging het toen tussen de Heer Jezus, de genadige Heer Jezus en die zondares. En weet u, zo gaat het nog steeds. Tussen die genadige Jezus en een zondaar of zondares in de gemeente van Enter. Daartussen worden in het leven der genade, als het ware gesprekken gevoerd van hart tot hart. Waar niemand bij is. En waar ook niemand anders gezien wordt dan Jezus alleen. Jezus, hij richt zich op. En hij stopt met het schrijven in de aarde met zijn vinger in het zand. En hij gaat als het ware met zijn woorden iets schrijven in de akker van het hart van die vrouw. Als hij zegt, heeft niemand u veroordeeld? Nee, zo zegt ze dan. Niemand, heren. Ze zijn allemaal afgedropen. Ze zijn allemaal weggeslopen. Ja, en dan klinken daar die bevrijdende woorden. Zo veroordeel ik, Jezus, u ook niet. Tja, mooi hè. Zo is Jezus voor een zondaar of zondares toen. Hij had als rechter de bevoegdheid om haar te veroordelen. En het doodvonnis over haar uit te spreken. Maar hij veroordeelt haar niet. Maar hij spreekt haar vrij. Hij geeft haar gratie. Hij geeft haar genade. En lieve mensen, zo is Jezus nog. Hij is degene die ons eerlijk en heel liefdevol terechtwijst. Dat doet hij ook. Als hij vanmorgen tegen u, tegen jou en tegen mij zegt, je bent niet zonderloos. Maar hij is tegelijkertijd ook degene die verloren zondaren en zondaressen terechtbrengt. Die hen genade geeft en die hen niet veroordeelt, maar die hen vrijspreekt. Dan veroordeel ik u ook niet. En gemeente, wat een evangeliewoord is dit. Zomaar in een paar woorden bevestigt de Heer Jezus hier wat hij zelf in Johannes 3 zegt. Want God heeft zijn Zoon niet in deze wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En zullen we vanmorgen allemaal eens naast die vrouw gaan staan? Zullen we dat eens doen? De naaste, niet de boven. Want wij zijn allemaal net zo doodschuldig als zij. Dus gewoon heel eerlijk met elkaar ernaast gaan staan. Heel dicht bij die vrouw. En tegelijkertijd ook heel dicht bij Jezus. En luister dan eens naar wat hij vanmorgen zegt. Dit zijn zijn woorden die in de gemeente van Enter klinken vanmorgen. Zo veroordeel ik u ook niet. En laat dat u of jou vanmorgen eens tot troost zijn. Hier in de kerk of thuis. Zo was Jezus toen. En zo is deze barmhartige zaligmaker nog steeds. Voor strafwaardige kinderen van Adam. En hoe is trouwens mogelijk, hè? Hoe is trouwens mogelijk, hè, dat Jezus zo onvermoed en zo onverdiend dat vanmorgen zegt? Dat hij tegen die vrouw en dat hij tegen u of tegen jou, die naast die vrouw staat vanmorgen, misschien wel onder die vrouw, dat hij tegen je zegt, weet je, jonge man, vrouw, meisje daarin Enter, jij bent, hè, zo zie je jezelf, jij bent net als die bruid uit het Hooglied, je bent zwart, hè. Ja. Maar weet je, nou ben ik barmhartig en ik ben genadig en ik ben groot van goede tierenheid. En daarom zeg ik het vanmorgen heel persoonlijk tegen u of tegen jou, zo veroordeel ik u ook niet. Prachtig, toch? En misschien is er vanmorgen iemand die zegt, dominee, wacht eventjes. Is dat nou niet een beetje goedkoper, u is dat te verkondigen? Gaat het dan allemaal maar zomaar? Neemt Jezus dan met dat recht van God een loopje? Neemt hij het niet serieus? Nou gemeente, vergeet het maar voor nu en voor altijd. Genade is niet goedkoop en wordt nooit goedkoop. En Jezus spreekt als de rechter van zondaren iemand niet zomaar vrij.
Maar zie eens, lieve mensen, waar naar de Heer Jezus naartoe op reis is. Hij is op reis naar Golgotha. En daar zal Jezus niet alleen, net als die vrouw aan de schandpaal genageld worden in het openbaar. Maar veel meer nog, daar zal hij genageld worden aan het kruishout op Golgotha. En wonderlijk is dat eigenlijk, hè. Daar op Golgotha worden de rollen alsnog weer een keer omgedraaid. Daar wordt Jezus alsnog onschuldig, de zondeloze. En toch een beklaagde. En daar zal hij als de zondeloze alsnog veroordeeld worden tot de dood. En waarom worden die rollen daar op Golgotha omgedraaid? Nog een keer. Wel, opdat doodschuldige zondaar of zondaressen niet veroordeeld, maar vrijgesproken zouden kunnen worden van schuld en van straf. En weet u, als u of jij zich vanmorgen nou aangesproken weet, hè? Als u of jij nou zegt, oh God, hier in Ente zit er eentje. Die moest zeggen, Heere, dat doodvonnis van die vrouw, dat heb ik verdiend. Zie dan vanmorgen eens op die beklaagde Heer Jezus. Zie Jezus daar dan eens hangen op het kruishout van Golgotha. En hij hangt daar als de verhoogde koperen slang. En wat zegt Mozes dan? Al wie, niemand uitgezonderd, maar al wie dodelijk gebeten is en bij wie het gif van de zonde door de aderen stroomt, die op de koperen slang ziet, die zal leven. Wel, kijk dan, lieve mensen, als je leven je lief is en vindt u dit geen ruim evangelie, wie maar keek, die werd gezond. En ik zeg u vanmorgen, zo is het nog steeds. Wie maar met een oog van het geloof op Jezus ziet, die zal niet verloren gaan, zo zegt hij zelf, maar die zal het eeuwige leven hebben. En mensen, dit is dus genade. Genade, dat is tegen zo'n veroordeelde in Entre zeggen, vrouw, man, jongen, meisje. Dan zeg ik het vanmorgen heel persoonlijk tegen je. Zo veroordeel ik u of jou ook niet. Want, zie daar die kruispaal. Daar hing ik voor u als de zondeloze. En daar hing ik voor jou als de zondeloze. Want als ik daar niet had gehangen, dan had jij of dan had u het met de dood moeten bekopen. Genade, lieve mensen, dat is een ander woord voor Jezus Christus en die gekruisigd. Genade is er in Christus, zo rijk en zo vrij. En door Christus staat die poort wijd open, ook voor mij. En dus is er vanmorgen niemand in Ente die kan zeggen, genade is er zo rijk en zo vrij voor iedereen, maar behalve voor mij. Nee, wonderbare genade is er voor hoeren, voor tollenaren, voor zondaren en ook voor in eigen ogen net de Farizeeën, net als Nicodemus. Genade is beschikbaar voor een ieder die in het geloof op de zondeloze Christus Jezus ziet, die voor ons tot zonde is gemaakt. En ja, wat zal dat voor die vrouw geweest zijn, hè? Ze wordt niet veroordeeld, maar ze wordt vrijgesproken. En misschien is er iemand die zegt, ja, maar dominee, wacht nou eens eigenlijk, wat zou dat nou voor die vrouw betekend hebben? Jezus heeft haar weliswaar niet veroordeeld, maar is dat nou zaligmakend voor die vrouwen geweest? En ik weet het niet, het staat er niet. En dus gaan we er ook niet over fantaseren, maar waar het me vanmorgen om gaat, dat is om de les in deze geschiedenis. Het gaat om de genade, om de barmhartigheid van Jezus voor een zondares. Voor een troost voor de oordeelde zondaar of zondares van nu. En ja, dan moet u tenslotte nog even goed opletten wat de Heer Jezus daarna zegt.
tegen die vrouw. Dan zegt hij, ga heen en zondig niet meer. Een gemeente, wat kunnen wij hiervan leren vanmorgen? Wel heel eenvoudig. Genade is wel kosteloos, maar genade is nooit vrijblijvend of goedkoop. Ik bedoel dit. Als God aan je genade geeft, je niet veroordeelt, maar vrijspreekt, dan maakt hij tegelijkertijd ook aanspraak op je leven. Als je van God genade ontvangt, dan kan alles echt niet bij het oude blijven. Integendeel. Mensen worden door Jezus niet alleen verlost van het oordeel, maar door de geest van Christus ook vernieuwd tot een nieuwe mens, tot een nieuw schepsel met een nieuw leven. En daarom zegt Jezus tegen allen die genade kennen, ook vanmorgen, ga heen en zondig niet meer. Want u bent van mij. Ik heb u gekocht. Ik heb u bij uw naam geroepen. Ik kocht jou met ziel en met lichaam. En daarom, mijn kind uit Enter, zondig niet meer, maar leef heilig, want ik ben heilig. Misschien is er vanmorgen iemand die zegt, ja dominee, ik weet het. En de Heer Jezus, die mag dat ook best aan me vragen, die mag dat ook best van me verlangen. Maar laat ik het u me heel eerlijk zeggen, ik breng er zo weinig van terecht van het nieuwe leven. Ik breng zo weinig terecht van het nieuwe leven met de Heer. Ik moest zo vaak s'avonds op mijn knieën belijden. Heer, ik heb overal weer gestruikeld en ik ben gevallen. En wat ik niet had moeten doen, dat heb ik wel gedaan en andersom. En ja, dan snap ik wel dat u of jij dat zegt. Maar dan zeg ik je vanmorgen tegelijkertijd ook, je hoeft het niet alleen te doen. Nee, de Heer Jezus doet het. En hij wil met zijn geest u en jou en mij erbij helpen. En daarom zegt hij ook, lees maar in vers 12 wat er staat. Ik ben het licht der wereld. En die mij volgt, zal in het duister van de zonde niet dwalen en niet vallen en niet struikelen. Maar het licht des levens hebben. Dus kinderen van God, wat moet u doen? Nou, volg hem dan. En blijf dicht bij hem. Blijf dicht achter hem. En zondig niet meer. En zing dan maar als je straks naar huis gaat. Geweldige genade, hoe zoet is mij die klank, dat Jezus een stakker als mij in Enter redde. Hem zij alle lof, eer en dank. Amen. Gemeente, heren, mag het ook zo zijn. Dat alle lof en eer en dank naar u toe gaat. Van de woorden die u zelf in het midden van de gemeente hebt laten horen. Heere, mag het zijn tot troost geweest, tot onderwijs, tot vermaning. U weet wat nodig was. Zegen uw woord. Breng ons veilig thuis. Help onze geliefde broeder Jans als hij vandaag hier zal voorgaan. Heere, geef hem te mogen spreken als de woorden van God. Meer hoeft niet. En u doet daarmee wat u wilt. Help hem. Vergeef het verkeerde. Zegen het uwe. Dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen Psalm 32 en daarvan het eerste en het zesde vers.
Ontvang hier in de kerk en thuis de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.